Mijn indruk is dat hij er verschrikkelijke spijt van heeft. En ja, waar leid ik dat dan met af hij is gaan schilderen na zijn vertrek uit het Witte Huis. En hij heeft een, een, een nogal aandoenlijke reeks gemaakt van portretten van, van veteranen. En mijn indruk is toch dat, 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 dat die, die, deze hele portretserie dat dat zoiets is van. I'm sorry. Het Kunt u mij horen? Het is twintig jaar geleden dat de Verenigde Staten Irak binnenvielen op zoek naar massavernietigingswapens. Het is wel interessant met de kennis van nu om te kijken hoe toenmalig president Bush, van Amerika uiteraard, de oorlog destijds verkocht. Hij sprak namelijk van een militaire operatie. We hebben dat eerder gehoord: om Irak te ontwapenen, de Irakezen te beschermen en ook de wereld te verbeteren. Nou, Die massavernietigingswapens zijn nooit gevonden. Maar De gevolgen van die beruchte oorlog, die zijn vandaag de dag wel nog steeds voelbaar. En over dat onderwerp gaat deze aflevering. We bespreken waarom het herdenken van die oorlog 20 jaar na dato nog steeds belangrijk is en wat zijn de overeenkomsten met de oorlog nu in Oekraïne. Daarover gaan we het hebben vandaag in deze aflevering. My fellow citizens. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. And to defend the world from grave danger, on my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Hey, goed. Dit is een van de meest dramatische vergissingen. Nou, vergissing is misschien een groot woord. Een van de meest dramatische wandaden van de afgelopen kwart eeuw. Uh, natuurlijk nu volledig in de schaduw geraakt door het. De nog veel grotere wandaad van Poetin in de Oekraïne. Maar dat neemt niet weg dat dit natuurlijk ook een zeldzame wandaad was. Eh, die bovendien, natuurlijk, gebaseerd was op een, op een reeks van, van evidente leugens. Je hoefde geen niet te zijn om, om zelf te kunnen vinden dat het leugens waren. En, en natuurlijk ook de hele doelstelling was: was krank Joram. Eh, het idee dat, dat het zou bijdragen aan de democratisering van het Midden-Oosten. en de oplossing van het. Palestijnse-Israëlische problemen en gaan zo nog maar even door. Terwijl het natuurlijk een verdere bijdrage heeft geleverd aan de destabilisering van het Midden-Oosten. Aan de opkomst van ISIS die zonder die interventie niet denkbaar zou zijn geweest. En uiteindelijk misschien aan het gekste van al. Dat het ten dele gericht was op het vermijden van de invloed van Iran. En als het nou tot iets geleid heeft. Dan is het tot de enorm gegroeide invloed van Iran in Irak. Omdat natuurlijk de Shiiten. In Irak in de meerderheid zijn. Dan de Amerikanen ook wel kunnen weten. Met alle gevolgen van dien. He, het belangrijkste Siaïtische heiligdom is niet in Iran. Dat is in Irak. Dus ja, er stond ook vandaag een groot stuk in de New York Times. Over wat de huidige situatie in Irak is. En ja, dat is bedroevend. Ja, de vrijheid was iets groter. Dat hadden ze dan nog wel eh, geobserveerd. Maar voor de rest is Irak in allerlei opzichten een failed state. Het is werkelijk zo ongelooflijk corrupt. Dat het was wat betreft de doorzichtigheid van het politieke bedrijf. Ik geloof 159 op de wereldlijst. Dus dat betekent al heel diep gevallen. Nee, dat is, dat, het is intens droevig dat dat gebeurd is. Vooral omdat het natuurlijk honderdduizenden, miljoenen doden gekost heeft. Deze, deze onzin. Want dit was dan niet waar: het centrale stuk van de oorlog tegen het terrorisme. Waar ze niets van begrepen hadden, nogmaals, want iedereen had kunnen bedenken. En natuurlijk het interessantste van alles zijn we allemaal gemakshalve even vergeten. Niet waar? is dat Frankrijk en Duitsland zich expliciet tegen deze onzin verzet hebben. Nog herinner ik mij het stukje uit de kwaliteitskrant. Nou, dat zouden de Duitsers en de Fransen, dat zouden ze duur te staan komen. Nee, precies het omgekeerde. Want je weet, wij stonden ook achter de Amerikanen. Natuurlijk. Met Balken en toen, hè? Ja. En Jan de op, Ik meen zelfs dat Chirac ooit gedreigd heeft. met een blokkade in de Veiligheidsraad. waarvan natuurlijk Frankrijk en Engeland ook lid zijn. Eh, eh, als, als de Amerikanen toestemming via de Veiligheidsraad zouden willen hebben. tenslotte hebben ze daarvan afgezien. Eh, dit, is een, dit is een volkomen eenzijdige, unilaterale eh, onderneming geworden. Sorry, met één, één eh, uitzondering, natuurlijk, dat die maloot van een Tony Blair eh, zich bij de Amerikanen aan heeft gesloten, wat hem in feite zijn reputatie heeft gekost en dat zal nooit goed komen. Er is wereldwijd gedemonstreerd tegen die interventie. Ja, de Amerikanen waren natuurlijk zo vervuld van woede en hubris dat ze ermee door zijn gegaan. En we herinneren ons allemaal nog de tragikomische elementen. He Bush die in, in, in pilotenuniform, niet was Tom Cruise, arriveert op het dek van dat vliegtuigschip met dat enorm grote doek. He. Mission accomplished. En toen begon het pas. En het motief was, ze hebben massavernietigingswapens en die bleken ze niet te hebben, toch? Nee, dat kon iedereen weten dat die er niet waren. Dat is ook in de Amerikaanse kranten met keurig uitgezocht hoe het zat. Ja, de grote zeep, het was de New York Times... die ook uitgebreid zijn excuses heeft gemaakt... voor de zeer misleidende berichtgeving over die zaak. Hoe, hoe hadden ze kunnen weten dat ze dat niet hebben? Door de Night ridder Press te lezen. De Night Ridder-kranten hadden wat voor reden dan ook... een goede research-afdeling. Die schreef uh, regelmatig stukken. Die ook overal ook werden gelezen en die werden opgemerkt. Dat het, dat het een kletskoek was. Wat voor kranten zijn dat? Nou, die zijn ondertussen. Is het Night Ridder, dat was een concern, zo heet dat concern. Dat waren meerdere, enkele tientallen kranten. Ik geloof dat het Night Ridder Concern ondertussen weer verkocht is. Hoe het met het Night Ridder Concern staat, weet ik niet. Maar in die crisis zie je. dat, dat in feite de politiek. nee, sorry. dat in feite de journalistiek prima werkte. Je ziet iets anders wat veel en veel droeviger is. Namelijk dat als een regering bereid is, systematisch, structureel, langdurig, te liegen dat ze barsten, dat de bevolking dan althans in, in meerderheid daarmee meegaat. Ook in een democratie als de Amerikaanse. Dat is een hele, hele droevige conclusie. Want de meerderheid van de bevolking was er in. De, ja, nu is dat natuurlijk allemaal lang geleden iedereen begrijpt dat het een gigantische blunder geweest is. Ook die stomme junior, hè? junior. Dat je, dat, je, dat, je, dat je, als je zo'n sukkel bent dat je wel president wil worden. Hè? Dat je niet, niet in staat bent om te zien wat je eigen beperkingen zijn. Hij is natuurlijk door die tsunami deels ook in deze, deze gelopen. Operatie Iraqi Freedom, zo heette die. Ja, het was verschrikkelijk. Geleid ja. tot een jarenlange burgeroorlog daarna ook nog. Ja, en dat is we eigenlijk nog van het drama natuurlijk in Afghanistan. Ja, Honderdduizenden dodelijke slachtoffers en miljoenen mensen die sloegen ja. op de vlucht. En die massavernietigingswapens hebben ze nooit gevonden. Geen daarvan. Nee. Nogmaals, dat was algemeen bekend. Maar goed. Ja. Ook het atoombureau daar in Wenen dat had meerdere malen geconstateerd dat het onzin was. Ja. Ze speelden dat spel wel nog mee. Want toen, er was een operatie dan naar Irak en die ging dan onderzoeken of, of ze die konden. Ja, wel, die dat hadden. was dan geïnspecteerd en zo. Maar dan werd gezegd: van ja, we hebben op. Uh, weet ik het, een groot aantal locaties in Irak gemeten. En als je natuurlijk bezig bent een atoombom te bouwen, dan is dat, als je op een groot aantal locaties mailt, dat kind is ontsnapt. Ja, dat is toch wat, kinderen. Um, zag je dat? Ja, die, ja ik zag de moeder, moeder rent er De moeder rent er open achteraan met het waantje. Nee, dat is het, is een verschrikkelijk drama. Het is toch nuttig dat we het herdenken, naar mijn idee? ja, omdat het zo'n zo, zo gruwelijke blunder was. En, en dat al die, al die andere godvergeten sukkels die de wereld moeten leiden, de Xi Pings en de Poetins, en dat als je ze even de kans geeft, dat ze ook meteen weer zulke halfgare ondernemingen starten, terwijl ze zouden kunnen weten hoe gigantisch grote de risico's zijn. En, en wat voor gruwelijkheden ze de wereld aandoen, hmm. stomme Bush. Hè? Ja, dat de Nederlandse regering daar toch mee gedaan heeft. Maar was dat je puur... moest in de tijd altijd naar de Belgische tv kijken, die was honderd keer beter. Want bij ons was de tv toch, dat kon je heel goed merken, gericht op het, op het positieve Nederlandse regeringsstandpunt. Ja, propaganda dus. Die goed werkte daar. Gewoon propagand. Het woord is. Ja, ik was daar even nog niet zo opgekomen. Propaganda, dat was het. Maar we zijn met z'n allen dus voorgelogen. Ja, zeker. En er waren mensen die wisten dat vanaf en het begin het beter al. we hadden kunnen weten. Ja, ja, zeker. En anderen zijn er later achter gekomen van we zijn gewoon genaaid. Ja, ja, ook een aantal Nederlanders die in dat tijd. er enorm voor waren. Die hebben achteraf een excuses aangeboden. Hmm. Hmm. En de regering is meegegaan vanwege belangen. De regering heeft steeds. ook in Afghanistan, naar mijn idee. Deelgenomen aan die operaties, om een betrekkelijk eenvoudige redenen, dat wij vaak misschien in de achterkamers wel twijfel hadden. Maar dat we, we wilden aan tafel zitten, zoals dat heet. Wij wilden erbij zijn, wij wilden een betrouwbare bondgenoot zijn. We hebben het vorige week gehad over de bescherming bevolking. Waar in feite een, een, een coulisseorganisatie opgetrokken is, waarvan iedereen wist... Dat hij niet zou kunnen doen wat hij zou eigenlijk zou moeten doen. Maar om de Amerikanen een beetje tevreden te houden. Hmm. Om te laten zien dat wij ook. Ja. Ja, dat we ook stonden tegen het rode gevaar. En het probleem van de Amerikanen is natuurlijk dat het een sterk paranoia gestuurde cultuur is. En zagen wij ook nog een extra kans omdat dus Duitsland en Frankrijk zo kritisch waren? Nee, dat denk ik niet. Nee. Het siert overigens de Duitse politieke en de Franse politieke leiding. Dat ze helemaal, dat ze hebben gezegd van, van op het eerste moment. Nou, Schreuder, pas geloof ik wat later. Maar Merkel was er toen Zierak, nog net niet, hè? Nee, nog langer en breed niet. Uh, Merkel is denk ik van 2005. Uh, maar het is Maar echt helemaal niks van moest hebben. Echt niet. Die heeft ook de hele tijd niet meegedaan. Nee. nee. Oké. Okay. Wat was het Europa-standpunt dan toen? Geen idee, maar dat was denk ik geen, geen gezamenlijk standpunt over de Europese Unie. Eh, van de Europese Unie eh, over, de, over de aanval op Irak. Mm, ja. En waarom is je zei net, het is nuttig dat we het herdenken. Je hebt het al één argument genoemd, maar waarom is het goed om dat te blijven doen? Om dus te zien van hé, hey, om een diep, diep wantrouwen te blijven koesteren bij dit soort van halfhare plannen. Eh, en, en ook bij elke. Elk, elk gepraat over geopolitieke belangen en wat daarmee gedaan zou moeten worden. En hoe Palmen wel niet moeten staan, ik ben ook helemaal niet gelukkig met het feit dat wij moeten instappen op die, op die laten we zeggen, die confrontatiekoers met China, die waarvoor Amerika gekozen heeft. Ik vind dat niet gelukkig. Dat levert niets op uiteindelijk. Wanneer is een interventie dan wel nuttig, wat jou betreft? Als je aangevallen wordt door, door een agressor die het op je voorzien heeft. Oké, okay, dus alleen maar als je aangevallen wordt. Dat, ja, dat is dus ja, verdediging. Ja, ga even na. Kun jij een voorbeeld geven van na, van na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de agressor evident uiteindelijk gewonnen heeft? Ik denk het niet. Noord-Korea? Nee, is het niet. Vietnam? Huh? Waar dan ook maar. Ja, of je zou moeten zeggen: de agressor in Vietnam was niet Amerika. Maar was het was het, uh, het Viet Cong regime of de Viet Ming? En dat was natuurlijk een beetje onzin, zou ik zeggen. Denk je dat de wereld er anders had uitgezien? Dat is natuurlijk een lastige vraag. Als dit nou niet had plaatsgevonden. Waren dan bepaalde historische gebeurtenissen niet, niet ge hadden die daar niet op gevolgd? Ik denk dat Amerika een sterkere positie had ingenomen. Dat Amerika op een aantal punten meer recht van sprekers hebben gehad. Ja, dat is natuurlijk een beroemd voorbeeld dat Poetin in 2007 op die veiligheidsconferentie in München enorm tegen de Amerikanen uitgepakt heeft. En dan had hij natuurlijk ijzersterke argumenten: wij mogen niks en zij mogen kennelijk alles. En ja, zo was het ook wel een beetje. En dit was een niet uitgelokte agressie, nietwaar? Die tot niets heeft geleid. Eh, op basis van leugens. Want de leugen was natuurlijk die massavernietigingswapens. En, en dan had je nog de leugen, de bijkomende leugen. Dat Saddam Hussein iets met, met Al-Qaeda te maken zou hebben. Wat hij ook niet had. Daarmee kon hij het goed verkopen. Want er was nog angst ja, naar ja, Iraniyev. Wat je zei, dat was allemaal propaganda. Ja. Het was een drama. Het was gewoon een drama. En Bush, heb ik begrepen, ook uit een, uit een documentaire. Die had altijd al het plan hè, om Irak binnen te vallen. Want zijn, hij had nog een soort van gangule nou, van zijn Hij had praat. het al, al eerder wel eens laten vallen. Dat het... Uh, en natuurlijk, uh, ja, je hebt, dat is een lang verhaal eigenlijk. Eigenlijk zou ik het hele verhaal dan eens gedetailleerd moeten vertellen. Maar er is alles voor te zeggen dat op de avond van 9-11, dat toen in het Witte Huis al, al begonnen is met de schaakstukken zo te zetten, dat hij kirak de schuld zou krijgen. Want die chef terrorismebestrijding van, uh, van het uh, Amerikaanse regering, meneer Clark heette die, een hele aardig boek geschreven over die hele zaak trouwens. God weet ook weer, against all enemies geloof ik. Uh, die komt dan de president tegen, die, die enigszins aangeslagen door het Witte Huis werft. Uh, dan zegt de president tegen Clark en zijn medewerkers, zegt van, uh, uh, jullie moeten achter Assad Hussein aan, want die heeft hier iets mee te maken. En dan zegt die Clark en zijn medewerkers, en Mr. President, dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon onzin. En raakt hij, raakt hij, wordt hij boos en wordt hij ongeduldig. Ja, ja doe het maar, doe het maar. Dus dat, en dat is de avond van 9-11. Dus ja, toen, nou ja, dat is dan ook de veronderstelling van Clark... dat sukkelui als Rumsfeld en, en Cheney hem in zekere zin al te pakken hadden gehouden. Maar wat zat daarachter vanuit hun? Het idee dat Amerika in, in het geval van 9-11... met dogenloos zou moeten terugslaan. ...op een of andere manier duidelijk zou moeten maken hoe machtig Amerika eigenlijk wel was. Nou, dat heeft geleid tot de invasie in Irak. En ja, laten we wel wezen natuurlijk als die oorlog, wat is het, twee weken had geduurd. En dan, uh, ja, ze waren wel een Baghdad. Ze waren er heel snel en daarna begon de ellende eigenlijk. Zo is het, ja. 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 ja, ja. Omdat natuurlijk Rums had ook de, de troepenmacht zo klein mogelijk had gemaakt. Rums idee was in en out. En we laten even zien wat we kunnen en, dan, en waardoor die troepenmacht ruimschoots te klein was. Hm. Maar overigens, het ja, aantal van generaals in het Pentagon zei, die is ruimschoots te klein. Maar Rumsel sprak je gewoon niet tegen. Ja, of je ging vervroeg met pensioen, zoals de meeste tegenstanders er tenslotte overkomen is. Ja. Dat ze vervroeg met pensioen gingen. Ja. Maar dan was 9-11 toch een beetje, en ook massavernietigingswapens een gelegenheidsargument, maar ze wilden gewoon het regime daar opruimen. Ja, dat speelde al veel langer. Ja. En dat had natuurlijk te maken met het feit dat, dat eh, de eerste, met de eerste golfoorlog, met name ter rechterzijde, kijk, zie, nu ben ik toch bezig om het hele verhaal te vertellen, maar ter rechterzijde was het zo dat in de golfoorlog natuurlijk een, nou, wat, nou ja, wat is het, na, na, ik geloof, twee dagen vechten... of na minder dan twee dagen vechten... een eclatante overwinning was behaald. En, en de Irakezen waren weggejaagd uit, uit Kuwait. En we zitten nu ondertussen in 91 dus we zijn weer een heel eind teruggegaan. Eh, en toen heeft eh, de oude boers, die toen president was... die heeft tenslotte eh, die, eh, dat aanvalstraject stopgezet. Ze zeiden, we hebben nou Koewijt bevrijd... nu stoppen we ermee. Het was ook een beetje doordat. Eh, in, in, die had zo'n zo weg des doods. Dus die, die, die Irakezen vluchten terug naar Irak. En. Nou, de Amerikanen hebben daar een soort van eh, schietpartij georganiseerd. Er zijn gruwelijke foto's van. Ja, dat was prijsschieten. Dat, 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 dat leger was panisch op de vlucht en allerlei opzichten. En Bush, en zeker ook daarbij geassisteerd door Colin Powell. ...die toen chef van staven was. Eh, die heeft dat stopgezet. En, en allerlei rechtsrepublikeinen hebben in de jaren daarna voortdurend gezegd, dat was stom, we hadden door moeten rijden naar Baghdad... we hadden het makkelijk kunnen doen, wat ongetwijfeld juist was. Maar zoals Colin Powell toen zei, hè, wees het ook weer, if you break it, you own it. Eh, het was enorm verstandig dat het stilgezet was. En dat is ik het, eh, je kunt het even personaliseren. Oude Boes was wel een verstandige man. Zeker ook een voorzichtige man. Iemand die echt zelf had gedaan, had gevolgd in de Tweede Wereldoorlog. Misschien is dat ook nog een factor van belang. Goed geadviseerd in dit geval door Colin Powell. Die later eigenlijk niks meer te vertellen had. Waarvan ze later misbruik hebben gemaakt. Eh, en zijn zoon was gewoon een nitwit. Overigens een charmante man, een beste jongen uiteindelijk. En fijn dat hij van de drank afgeraakt is, maar... Het was gewoon een nitwit. Heeft hij later dan nog op gereflecteerd? Ik hij geen, geen begrip had voor, voor hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt. Nee. Heeft hij nog teruggeblikt op die oorlog later? Nadat hij geen president ja, was? Ja, dat, dat is niet helemaal duidelijk eigenlijk. Mijn indruk is dat hij er verschrikkelijke spijt van heeft. En ja, waar leid ik dat dan met af? Hij is gaan schilderen na zijn vertrek uit het Witte Huis. En hij heeft een... een, een nogal aandoenlijke reeks gemaakt... van portretten... van, van uh, veteranen. En uh, mijn indruk, en daar heeft hij ook een tentoonstelling van geweest... een boek van gemaakt, weet ik van En mijn indruk is toch dat... dat, dat, dat dit deze hele portretserie... dat dat zoiets is van... I'm sorry. Het had nooit moeten gebeuren. Een soort van therapie-sessies. Ja, maar dit is wel uh, psychologie... -a -a naar nou, M. van Olsum. Dus, Oké, okay. maar dan zou je bijna zeggen... Ik heb dat... er me niet persoonlijk over gesproken. Nee, maar dan zou je bijna zeggen... Iedereen die schildert, die, heeft iets, uh, die moet iets verwerken. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat Rembrandt zat te verwerken. Beatrix schildert ook, hè? Wat? Beatrix zit ook te schilderen. Ja, ja, Wilhelmina schilderde, Churchill schilderde. Ze schilderden ja. allemaal. Alles helemaalig geschilderd zo. eens. Ja. ik ben met Churchill, met Chartwell gaan kijken. Nou, het was veel minder goed dan ik gedacht had en... Willemina ook, oh, kijk wat je ziet, is dat ze les gehad hebben. Ze kunnen een klein beetje pielen met olieverf, maar het, ik wil trouwens nog vandaag moeten we nog een, een schilderij doen. Ja, nou, dat kunnen we nu mooi doen. Ja, precies. Nu we het toch over verf hebben, vooral hebben over die schilderij. Sorry dat ik daar nou weer over ga zitten lachen van Bush. Hij heeft ook zijn, voeten, zijn eigen voeten geschilderd in de douche Een meesterlijk schilderij, werkelijk. Dat is ook openbaar. Ik Jezien. heb er plaatjes van gezien, dus dat is wel openbaar, ja. Okay. ja je, ziet alleen, je ziet alleen zijn voeten. Hè? Ja, nou, maar je ziet voort... namelijk wat iemand die in een douche staat ziet als hij naar beneden kijkt. Ja. Ja. Nou goed, ja, je komt op ideeën, hè? Je komt op ideeën, ja, kennelijk. Ja. Dan nog even een vraag over Trump. Ik weet niet of jij dat hebt gezien. Trump die beweert dat hij dinsdag wordt opgepakt. De Amerikaanse droom is dood. Ik hoop dat hij wordt opgepakt. Ging het gaat denk ik om een veroordeling die hem boven het hoofd hangt. Ja, iedereen vraagt dat het is nou niet zo dat als die, als die veroordeeld wordt, dat hij dan niet meer mag. Maar dat is, dat is gewoon niet zo. Even kijken, het schuist... gaat hier een beroep of weet ik wat. Het, het, het is niet belangrijk genoeg. Al die zaken, dat, dat gaat men als een nachtkaars uit de het gaat over de affaire rondom Stormy Daniels, de pornoactrice. Ja, precies. Die ja. heeft hij dus clandestine betaald. Ja. En Trump wou de pers duidelijk voor zijn, uh, uh, voor zijn en zette zich achter zijn toetsenbord voor een uh, verontwaardigd bericht op zijn eigen social media netwerk. Om zijn boosheid extra te benadrukken, typte hij het hele bericht in hoofdletters. Dus, uh, nou goed, dat is weer een. Uh, er komen wat vragen over binnen, maar uh, je moet er vooral om lachen. <kijs> ja, ja. Het blijft natuurlijk een. Nou ja, ik heb al eerder gezet ik geloof dat ik nog liever die... Ik heb nog liever Trump dan de centies. Dat is, dat is nog veel erger volgens mij. Ja. Oh, een stuk schijnheil. Dan over de BB-aflevering. Niet de BBB, maar de BB-aflevering. Waar stond het ook alweer voor? Bescherming, bevolking. Bescherming, bevolking. Tot mid jaren negentig werd er een ander luchtalarm gebruikt. Een ander geluid. En daar wordt dus ook een uh, filmpje van meegestuurd. Even kijken of we dat kunnen laten horen. Dus dat is niet het geluid zoals we het nu kennen op die eerste maandag. Uh. Dit is dus het, het oude geluid. Is dit het nieuwe of het oude geluid? Ja, ah, dat is me niet helemaal duidelijk. Zo'n typisch luchtalarm geluid of niet? Dit lijkt op het nieuwe geluid, toch? Denk ik. Tenminste, zo klinkt het. Uh... Okay. Als iemand mij had verteld dat dit het oude geluid is, had ik het ook geloofd. Nou, het is zo dat in 1997 is besloten om ermee te stoppen. Met, dat, met, dat, met die eerste maandag van de maand om 12 uur. En om te stoppen en het dan maar één keer per jaar te doen. Ja. Zulks is het geval geweest tot een aantal jaren. Maar toen bleek dat als het maar één keer per jaar was, dat de mensen zich een ongeluk schrokken omdat ze dachten dat het misschien echt luchtalarm was. Of, of sowieso alarm. En dat is de reden dat ze het weer hersteld hebben. Dat ze weer overnieuw dat geluid zijn gaan maken op de eerste maanden van de maand om 12 uur. Ik vind het interessant, ja. Omdat ik het een geluidsmonument vind. Voor mij, en ik denk voor veel van mijn generatiegenoten, is dit toch... Nou ja, je hele leven is daarmee begeleid met dat wonderlijke geluid. En het is gerelateerd aan een koude oorlog. Dus nu niet meteen de vraag beantwoord of het dus een ander geluid was in die periode nee, dan nu. je ik... zou het niet kunnen horen, maar nee. dat zegt niet zoveel. Voor, mijn, voor mij klinkt dit als zoals het nu ook klinkt. Maar misschien moeten we daar nog eventjes, moet iemand nog even induiken. Stefan uit Haaksbergen die vraagt: van, Gaat de Rabobank failliet als, als de boeren weg moeten uit Nederland? Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet hoe groot de portefeuille is die zij in agrarisch Nederland hebben. Maar. Ik denk dat de Rabobank van alle. Het wordt wel gezegd van de Rabobank moet meebetalen. De Rabobank is onze grootste hypotheekverstrekker, bij mijn weten. Ja, dus dat zou wel meevallen. Ja. De ING ook... is sowieso groter, toch? Geen idee. Dat zou ik niet ja. over zeggen. Nou ja, de bankensector sector in, 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 in de Verenigde Staten die. Uh, je maakt een winderige indruk, eerlijk gezegd. Ja, nou, dat is op zich nog wel een interessante indruk. Want de Silicon Valley Bank, die, is wel, uh, die, die bestaat volgens mij niet meer, maar is wel gered. Hè? Of In ieder geval, dat wordt overgenomen door, uh, door een andere nou, bank. Nou, de, de investeerders krijgen hun geld niet terug, begreep ik, van Biden. En, de, en, en je geld... Uh, spaargeld? De spaargeld krijg ja, je wel terug. Precies, en er was een bedrijf uit Leiden, die had daar miljoenen staan, schijnbaar. Dus die waren natuurlijk al opgelucht. Maar je ziet nu wel een andere reactie dan toen tijdens de bankencrisis. Hè? Dat de overheden en ook de centrale banken. Onmiddellijk instappen, ja. ja. Zodat je geen besmettingsgevaar krijgt bij andere banken. Nee, omdat ik begrijp dat ook alle andere banken er niet erg fris voor stonden. Nou ken ik al die namen niet van die kleinere Amerikaanse banken. Want je hebt natuurlijk in Amerika. We hebben, niet, we hebben niet een heel systeem van kleinere banken. Hoewel. We hebben onze grote banken. Heb je de Binkbank? Ja, de Leesplan Bank. Oh, kijk. Bunk heb je. Bunk? Bink, bunk? <laughs> Bink toch... en bunk, waar heb je? Ik... Knap heb je, maar dat is dan weer van Egon en dat wordt weer door ASR overgenomen. Oh. Je hebt er toch wel genoeg hoor? Oh, dat zijn allemaal kleine banken toch? Ja. Alleen heb je volgens mij, is het in Europa wel nog strenger geregeld dan in Amerika? Want Trump heeft schijnbaar weer op een gegeven moment die regels weer wat versoepeld, hè, voor die banken. En Trump heeft schijnbaar alle regels versoepeld met hele vervelende gevolgen. Hmm. Ja, ik heb het vaker gezegd. Vroeger zagen wij de Amerikanen als voorbeeld voor hoe het beter zou kunnen. En sneller zou kunnen, efficiënter zou kunnen. Denk aan autoproductie, dat soort dingen, staalproductie. Tegenwoordig weten we in Amerika een ideaal, fantastisch voorbeeld van hoe je vooral allerlei dingen niet moet doen. Ja. En dat is enorm leerzaam. Het is namelijk een enorm rijk land op een heel hoog technologisch niveau. Eh, en tegelijkertijd maken ze de ene blunder na de ander, ook beleidsmatig. Je kunt ook zien hoeveel, klaar een idioot stuk, hoeveel Amerikanen eh, eigenlijk de beslissing nemen om naar West-Europa te verhuizen. Omdat je daar met je ziektekosten, je algehele sociale systeem, eh, dat, je, dat je niet voortdurend zoals in Amerika aan de heidenen bent overgeleverd. En andersom? Nou, ik weet niet hoe groot de migratie is uit West-Europa naar Amerika. Die zal er wel zijn, overigens. Ja, je hebt allerlei mensen natuurlijk die de hele wereld rondtrekken. Ik weet wel dat ik ooit voor experts in Los Angeles twee lezingen heb gehouden. Overigens op verzoek van de universiteit. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zat. En, en nou ja, een hele groep Nederlandse experts. Ik weet niet hoeveel. Tienduizenden Nederlanders er in LA bleken te wonen. Ja, die waren natuurlijk niet altijd maar, maar naar die hele lezing maar dat werd me verteld. En wat me opviel, dat ze allemaal enorm kritisch op Nederland waren, een klote land, en kon daar niks. Als je een beetje geld wilde verdienen, moest je in Amerika wezen, allemaal dit, dit type van praatjes. En, en altijd als mij bij wat doorvragen bleken, zei ik allemaal eh, van plan te zijn om zodra ze de pensioengerechte de leeftijd hadden bereikt, om te verkassen naar Nederland. Ja, wel weet het dat natuurlijk daar de, zeg maar, de zorgende overheid aanzienlijk prominenter aanwezig is dan daar. Waarom we dus ook in de afgelopen kwart eeuw ook hier weer hebben geputst aan de zorgende overheid, het is een raadsel. Heb jij ooit overwogen om, je hebt daar natuurlijk een tijd onderzoek gedaan, maar om daar je voor een paar jaar te vestigen? In ja, behoorlijk? daar heb ik wel eens aan gedacht. Maar kreeg ik eigenlijk meteen afgeschoten. Ik had een... Ik had een werkende vrouw die meer verdiende dan ik. ik een beetje lullig om je om je aan om, om om het werk van je werkende vrouw die meer verdient dan jij een eind te maken. Omdat jij een, 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 een beter gelezen wil worden in wetenschappelijke bladen. Nee. Bovendien, ik was. Ik, ik ben echt wat dat betreft echt de pest. Het hele idee dat ik, dat ik niet op een zondagavond naar Wageningen kan rijden. En dat ik in het vliegtuig zou moeten stappen om naar Chicago te vliegen. En dan naar Schiphol en dan daar met de auto naar Wageningen. Nee, dat... Eh. En natuurlijk de taal. Ik dat, bedoel, dat je, dat je... Dat leer je snel genoeg, toch? Denk nou, niet, op, niet, zoals, niet zoals mijn moedertaal. Ach, echt niet. Het maar als je er iedere, iedere dag spreekt... Dat is geen grotere misvatting. Al die Nederlanders die denken dat ze die talen goed spreken. Waar staan Engels Engels. Oh my god. Ja. Ik heb het al eerder nagedaan. Hey, nog even over die bankencrisis. Het uh, ja, ja, is maar afwachten wat dat nu gaat geven, of dat, of dat anders is dan. Ja, toen. Het maar... was toch zorgelijk? Ja, ik heb het stukje nog niet gelezen, maar het, het was toch uh, werden meerdere van die van die banken genoemd. Ja, ja, de kou, kou is nog niet uit de lucht. Dat wordt een beetje, een beetje het sentiment. Zo, precies. De kou is nog helemaal niet uit de maar, lucht. Als zie je dus wel een andere reactie nu bij de overheden. Ja, maar ik geloof dat ook met name die aangehouden reserves, dat dat veel beter is dan in 2007, 2008. In ieder geval in Europa. Ja. Ja. Sjaak en Hessel, die zijn een paar maanden op reis door Nieuw-Zeeland en ze genieten iedere dag van de podcast. Ze zitten ook op een bootje. Dus, uh, nou ja, <laughs> ze moesten wel lachen om je opmerking, koop nooit een boot. <laughs> Kijk, zij varen op die boot, neem ik aan. Ja. Eh, om om Nieuw-Zeeland heen, dat is ik Zijn er twee eilanden. Ja. Dus ja, daar kan ik me eens bij Kijk, mijn bezwaar was niet tegen mensen die varen met hun bootje. Integendeel, als je echt vaart met je bootje, lijkt het me allemaal heel leuk. Het ging mij om die mensen die wel een bootje hebben, maar dat in Durgenedam hebben liggen en dan één keer per veertien dagen met hun kennissen op de achterplaat, plaat, plecht, hoe heet dat ook alweer, van hun nooit varende bootje gaan bier gaan drinken met hun kennissen. Dat vind ik flauwekul. In Friesland heb je schijnbaar ook heel veel van die tweede huisjes. Van volgens mij allemaal die KLM-piloten. Hebben we daar een tweede huis met allemaal een garagebox voor de boot zelfs. Die er waarschijnlijk dan nooit uitkomt. We zijn een keer in Loosdorp en vakantie geweest. En dan lagen allemaal van die peperdure boten. En, en, en ik weet het nog zeker, en In dat haventje. Driekwart van die boten heb ik nooit zien varen. Ja, ze lagen in het water, maar ik heb ze nooit zien varen. En dan in het weekend verscheen de ploeg. De bierploeg, zou ik maar zeggen. En dan gingen ze allemaal een gezellig bier erin kennen en dan gingen ze weer weg. Ja. Maar waarom maar? Ja. Heb je de nieuwe ingang of het, de nieuwe entree gezien van uh, het uh, postkantoor in Utrecht? Ja. De vraag is ook, wat vind je daarvan van de mensen die het niet hebben gezien? Ze hebben nu een heel kleurrijk, ja, ah, carnavalesk oh, ding daarop gezet. Een beetje rommeltje. Een <laughs> het postkantoor is een mooi architectonisch monument. Ik begrijp ook, het is een beetje leuk doen en rijden weer. Ergens goed voor. Maar is dit tijdelijk of is dit blijvend? Nou, het lijkt me zo'n rotzooi dat het wel tijdelijk zal zijn. Oké. Okay. En dan hebben we nog een vraag van uh, uh, Aldert. Die heeft nog een politieke vraag. Hij zegt, uh, ik verwacht niet echt een landslide uh, in politiek opzicht. Ik ben pessimistisch gestemd over de komende jaren. We krijgen in Nederland steeds meer polarisatie. We gaan de Verenigde Staten achterna. En we weten allemaal wat dit betekent. Uh, elk land krijgt wat het verdient. VI en Van der Grijp als maatstaaf. Arm Nederland, Tjemig. Ik, uh, ja, ik kijk ernaar uit. Not dus. Ja, ik, ik uh, zijn opvattingen over VI... De, deel ik van harte, <laughs> zoals je weet. Maar met, in Nederland valt het namelijk... althans, dat ligt ons onderzoek nogal mee... met de polarisatie. In, in die zin is ook... hoe gek het ook klinkt in die uitslag... die verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag... die, die geeft niet aan... Dat we sterk gepolariseerd zijn. De mensen zijn gewoon naar de stembus gegaan. En hebben daar weliswaar op gestemd. Dat we in de hoop dat alles anders zou worden. Dat gaat niet gebeuren. Maar toch, het, het is wel een, een handreiking aan het democratische systeem. Ik geloof wel dat de meeste Nederlanders nog steeds vertrouwen hebben in het democratische systeem. Ja, er is natuurlijk ook een groep die niet allemaal niet ziet zitten. Die moet vooral uh, niet waar de boodschappen van de heer Engel, die What's, what's in the Neem. Uh, vooral serieus nemen. Maar het, volgens mij valt het, is polarisatie in Nederland echt iets heel anders dan in de Verenigde Staten. Dus dit, jij sluit je niet aan bij Aldert? Niet mee? Nee, nee, ik sluit me niet. Nogmaals, ja, VI, dat is ook. <laughs> het is toch niet een programma wat je ook serieus kunt nemen. Rutte was er wel gaan zitten, hè? Ja, natuurlijk. Zou ik ook hebben gedaan als ik Rutte was. Daar haalt je de, de koekoek. Ja, het, je kunt zeggen, het heeft hem niet echt geholpen. Helemaal niet. Dat, dat, dat. Als, je, als je via de talkshow is wil doen, dan moet je echt zoals Caroline van der Plast gewoon, hoe lang is het, drie jaar lang, elke week vijf keer in een talkshow gaan zitten. Ja, ze had ook haar zoon meegenomen van Ik de week. Ik denk wel dat dat effect heeft gehad. Van de week zat ze ook... Omdat je weer dat gelul krijgt van ze zegt wat wij denken. Ze is zo gewoon, uh, nou ja, al die, al die, al die... Ze is natuurlijk helemaal niet gewoon, hè? Nee, authentiek heb je al gezegd, dat is het. Authentiek, dat, dat is ze misschien wel, ja, maar gewoon is ze natuurlijk helemaal niet. Ze zat van de week bij Jinek en, en toen was het uh, gesprek voorbij en toen uh, zei Jinek zo... Uh, ja, nu moet je opstaan, want je moet zo meteen naar Sven Kokkelman. Toen stond ze op en toen liep ze de studio uit en toen zat ze inderdaad even later bij Sven Kokkelman weer aan tafel. Ja, die dus waren Sven... er wel dicht, tuurlijk. Ja, nou ja, dat zie je aan. Ze zit overal, ja. Ze nou, had haar zo meegenomen. gezet, dit is de politieke revolutie van de talkshow. Dat was mijn... Als Fortuin op het scherm was, dan gingen de kijkcijfers verdubbelden. Ja. Eh, Trump, ja. eh, je, weet, je kent die uitspraak van die CBN, heeft CNN man. Ja, het eh, was niet best voor het vaderland Trump, maar voor, voor CNN was het een zegen. Eh, kijkcijfers die meer dan verdubbelden. Ja. Ja, mensen raken dan toch in een soort van hoe heet, een soort van trance voor bepaalde personen. Ja. Die vinden ze dan ontzettend leuk. Nou, in de volgende aflevering, die aanstaande donderdag verschijnt, gaan we het hebben over kunst. Of we kunnen het hebben over de politiek. We moeten maar even afwachten hoe het bij het CDA en met Hoekstra allemaal afloopt. En we hebben natuurlijk nog die vragen over de BBB-aflevering, waar we niet aan toe zijn gekomen. En die aflevering heeft ook behoorlijk wat stof doen opwaaien. Dus dat kunnen we dan ook meteen uh, meenemen. Abonneer je in ieder geval op deze podcast. Dat doe je door te klikken op het plusje in Apple Podcasts. Niet op abonneren, dus, maar gewoon het plusje. En als je op Spotify luistert, dan druk je op abonneren en het belletje. Dan garandeer je in ieder geval van een seintje in je podcast app als wij weer een nieuwe aflevering online hebben gezet. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende keer. Om een diep, diep wantrouwen te blijven koesteren bij dit soort van halfhare plannen. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een rande die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar, wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Er is een bedrijf in Nederland waar iedereen voor wil werken. En dat bedrijf heeft ook helemaal geen last van krapte op de arbeidsmarkt. Welk bedrijf dat is? Hoor je in een nieuwe aflevering van C-Level? Je luistert de aflevering via de link in de show notes.